het Asicuda-systeem dat de douane gebruikt voor het administreren van en het ontvangen van invoerrechten en andere rechten is sinds gisteren buiten werking. Dit zorgt voor veel wrevel bij de gemeenschap, met name bij burgers die niet over hun pakketten kunnen beschikken. Minister Achai Bashing van Financiën zegt vanmorgen door de dienstleiding op de hoogte te zijn gesteld over het uitvallen van het systeem. Er wordt met man en macht gewerkt aan de heropstart en er worden mogelijkheden uitgewerkt om de dienstverlening te hervatten, zegt Achai Bashing. Hij is zich ervan bewust dat het onvermijdelijk is dat het uitvallen van het systeem voor de nodige wrevel zal zorgen. Douanebondvoorzitter Joyce de Vlug beaamt dit. Echter kunnen niet alle zaken handmatig afgehandeld worden, voegt zij eraan toe. Er moet eerst zoiets worden ingebouwd, zodat wanneer het systeem weer werkt, dat je alles weer in het systeem kan gaan verwerken. Maar dat zal wel zorgen voor een hele opstopping, want normaal is het al druk wanneer het systeem ook al werkt. En ik begrijp nu, als het systeem nu uitvalt, dat er een hele grote achterstand kan gaan ontstaan en meer wrevel zal opwekken. Ja, maar ik mag sowieso, maar ik mag zeggen dat ten aanzien van de haven, de nieuwe haven, men al de leiding al met een dus oplossing is gekomen, waarbij stukken die niet betaald waren en ook nog betaald moesten worden, waarbij dan men gaat komen tot een deposito storten. Zodat de ladingen niet achterblijven op de haven. Ten aanzien van de andere zaken, zoals Lokvrak en zo, die de verschillende tijdelijke bergplaatsen moeten dreigen, daarvoor is men bezig tussen nu en morgenochtend, komt er daarvoor ook een oplossing. Ja. Maar u gaf eerder aan dat het niet de eerste keer is dat het systeem uitvalt. Heb ik het goed? Ja, het is niet de eerste keer. Ik denk dat we het vaker hebben meegemaakt. Dus net wat ik zei, het Asicuda-systeem is zo aan update. Het moet aan het updaten. Dus dat wil zeggen dat er moet worden geïnvesteerd daarin. En zeker niet alleen in het systeem, maar dat er ook mensen getraind moeten worden wanneer men zover is om het op te daten. Bondsvoorzitter De Vlucht geeft tenslotte aan dat de bond, deskundigen en het hoofd invoerrechten en accijnzen vaker aan de bel hebben getrokken dat het systeem geüpdate moet worden.